Caroline Genet is intussen komen aanschuiven. Dag mevrouw Genet. Ja, bijna de helft van de leerkrachten in het middelbaar onderwijs stopt ermee binnen de 5 jaar. Was u zelf geschrokken van dat cijfer? Ik vind dat echt wel een ontstellend hoog cijfer, ja, omdat leerkracht nu net bij uitstek een van de weinige... Maar had u het verwacht dat het zo hoog zou zijn? Het is gestegen, dus het is echt wel een probleem. Ik denk dat leerkracht bij uitstek een van de beroepen is waar men echt kiest voor het beroep. Dat is zoals dokter of tandarts. Men gaat studeren voor leerkracht, zeker in het hoger onderwijs. En ja, als je dan ziet dat mensen die dat echt wel wilden worden, dat die binnen de 5 jaar het onderwijs verlaten, dan is er toch wel een probleem. En dat moeten we natuurlijk ook wel zeggen, er zijn kapers op de kust, andere sectoren die dat profiel ook wel willen. Ja, je kan mensen niet kwalijk nemen, hè, als ze ingaan op zo'n aanbod. Nee, je kan het de mensen individueel niet kwalijk nemen, omdat het voor heel veel mensen gewoon een heel zware job is geworden. Hè. De meeste leerkrachten met wie ik praat zeggen van, ja, onze core business, lesgeven, dat doen wij heel graag. Maar er is ongelooflijk veel planlast, regels, leerplannen waar wij ons aan moeten houden. De creativiteit is wat uit het beroep. Er is een grote diversiteit in de klas. Allemaal dingen, factoren die het beroep zwaarder maken. Ja, en dat zegt de Christelijke Onderwijsvakbond ook, hè. Die wijzen ook op die oorzaken, maar zegt die vakbond tegelijkertijd dat M-decreet dat ervoor gezorgd heeft dat kinderen die vroeger in het bijzondere onderwijs zaten nu in het reguliere onderwijs terechtkomen, dat heeft natuurlijk ook voor die extra zorgen gezorgd. Was het wel een goed idee dan, zou je kunnen afvragen, om dat M-decreet door te voeren? Wel, ik denk dat iedereen in dit Vlaams parlement het recht op inclusief onderwijs ondersteunt. En inclusief onderwijs betekent effectief maatwerk. En deze regering heeft dat M-decreet ingevoerd in 2015 zonder extra omkadering en met een heel ingewikkeld netwerk van zorgondersteuning die een soort van vliegende brigade is die boven de scholen en de klassen eigenlijk zweeft. En dat maakt het heel moeilijk. Ja, dat is sinds dit jaar in voege en eigenlijk zijn we ondertussen ver in het schooljaar en geven er mensen in de ondersteuningsnetwerken aan dat ze nog altijd niet geëquipeerd zijn om te doen wat ze zouden moeten doen, namelijk extra zorg, maatwerk bieden aan die leerlingen in de klas en die leerkrachten die inderdaad al onder druk staan en voor wie het zwaarder is geworden, we moeten daar niet flauw over doen, die nog extra ondersteunen. Ja, beter ondersteunen. Er wordt ook gewezen, trouwens ook door onderzoekers, op die kloof die misschien nog bestaat tussen de opleiding en de realiteit. Ja, mensen worden opgeleid, maar komen dan in een diverse klas terecht, daar heeft u zelf ook op gewezen. Nu, ik hoor de minister wel zeggen, daar zijn we mee bezig, daar wordt aan gewerkt, moet u niet een beetje geduld hebben en wachten tot die dingen ook werkelijk in voge zijn? Ja, de lerarenopleiding wordt hervormd, maar dat is vooral een hervorming wederom van structuren. En wat we eigenlijk nodig hebben... Ik heb de minister hebben... te horen zeggen, we gaan die starters ondersteunen, beter ondersteunen, dat komt eraan. Ja, dat zit in de CAO en daar hebben we van gezegd, dat is een eerste stap, een muizenstapje, net zoals COC zegt. Maar wat wij eigenlijk willen, is dat de inhoud van die lerarenopleiding, dat die versterkt wordt, dat er veel meer binding is met wat er al in een school te gebeuren staat. Zeker in een school in een stedelijke context, daar moet veel meer aandacht naar gaan. Ja. Meertaligheid, armoedeproblematieken, inderdaad kinderen met heel diverse zorgnoden, dat moet veel meer in de lerarenopleiding worden meegenomen. En net daar blijven de voorstellen van de regering wat in gebrek. Moeten we de benoeming niet in vraag stellen? Want het zijn vaak starters die moeten inspringen voor de voordelen, als ik het zo mag uitdrukken, die benoemden hebben. Hè. Ze kunnen verlofstelsels opnemen en dan moeten die interims het gat maar vullen. Ja, als je de benoeming afschaft, dan schaf je natuurlijk een aantal voordelen af voor mensen die al lang in het vak staan, waar de starters vaak de dupe van zijn. Ja, de benoeming geeft zekerheid. Dat is zeker zo. En, ja, maar de gevolgen van dien voor die starters natuurlijk. Ah, wel, dus moet je net inzetten op de zijinstromers en de starters om hen ook meer zekerheid te bieden. Dat is wat men vraagt. En daarom denken wij, als je platforms of vervangingspools invoert, zorg er dan vooral voor dat die 5 jaar werkzekerheid voor die starters, dat die geboden wordt. Dat die ondersteuning, dat die geboden wordt. Daar blijft men nu in gebreken. Je begint er zelf over, hè, over die vervangingspools. Ik hoor de minister wijzen op het feit dat
dat die bestonden ten tijde van minister Van der Poorten als onderwijsminister, maar dat uw partijgenoot die heeft afgeschaft, dat was misschien toch ook niet het beste idee? Ja, die waren Vlaanderen breed. Dus men kon dan, als men in Hasselt woonde, opgeroepen worden om in Ieper te gaan lesgeven. Goed, dat ze zijn was wel gewoon, hè? Dat was geen goed idee. Wat men moet doen, en dat is een uitgestoken hand aan de huidige regering, is dat men effectief zegt, regionaal, ik woon in Mechelen, ik wil effectief leerkracht worden, ik heb het diploma. Wel, ik kan gaan lesgeven in een GO-school, in een school van het katholiek onderwijs. Goed, als ik het goed waar begrepen er heb, plek ze is, komen. Er is vraag. Dus wat er komt, is een lerarenplatform, wat 1 jaar misschien werkzekerheid gaat geven. En wat mensen vragen, is een voltijdse tewerkstelling met de focus op lesgeven en ook effectief met mogelijkheden om door te groeien. Ik denk dat we daar in het onderwijs veel meer aandacht voor moeten hebben. Zullen we de clichés over de leerkrachten met hun pakken vakantie niet overboord gooien? Je hoort wel eens zeggen, een leerkracht neemt zijn overuren op in juli en augustus. Wel, een leerkracht, ik denk dat hij een zwaar beroep heeft en een belangrijk beroep. Hij kiest er vaak ook voor uit passie, om jonge generaties vooruit te helpen. En voor de klas staan doen de meeste mensen heel graag, want daar hebben ze voor gekozen. Okay. Maar al die planlast en dat keurslijf, ik denk dat we daar de leerkrachten extra vertrouwen in moeten geven. Bedankt voor dit gesprek. En uw beste kijker, blijf nog even bij ons. We gaan straks hebben over het onderhoud, of misschien veel beter het gebrek aan onderhoud van de tunnels.